kwam net uit mijn bed. Had wat koffie gezet en het ochtendblad binnen gehaald. Bij een haastig ontbijt had ik net even tijd om te zien dat de dollar weer daalt. Bij het nieuws zo gezegd, ook het weer werd weer slecht en de sport interesseerde me geen zier. Net voordat ik moest gaan, zag ik plotseling nog staan een advertentie op pagina 4. Voor een prikkie gesneeuwd in het ruitje, nooit gedragen, geen enkele keer. 2 jaren al door een meisje dat trouwt, haast voor niets, want ik hoef hem niet meer. Voor een prikkie sneeuwwitte ruisje, met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom mis ik de knop. Telefoon 2604. Op mijn schrik, heet het nummer ken ik. Met een meisje was ik haast getrouwd. Ik was laf en gemeen, ik liet haar doen alleen. Ondanks alles belde ik haar toch gauw. Ja, dat was voor 2 jaar, nu zijn wij bij elkaar. Als een sprookje voor het levende laag. Ik was ondersteboven, het is haast niet te geloven dat die buisje ons toch samenbrak. Voor een prikkie, een sneeuwwitte ruisje, nooit gedragen, geen enkele keer. 2 jaren oud, voor een meisje dat trouwt, haast voor niets, want ik hoef er niet meer. Sneeuw in een ruitje, met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hier de knop. Telefoon 2604. Voor een prikkie, een sneeuw in een ruitje, nooit gedragen, geen enkele keer. 2 jaren oud, voor een meisje dat trouwt, haast voor niets, want ik doe er niet meer voor een prikkie.